Voor mijn gevoel was het wachten op het doelpunt van ons, maar hij viel aan de andere kant. Ja, en dan merk je dat was best wel een tikje. Henk Vreese, Sparta NEC 1-1. Is daar vanuit Sparta oogpunt eigenlijk alles mee gezegd? Want dit was geen galavoorstelling. Nee, klopt. Vooraf ga je voor de 3 punten. Zeker omdat we wel wat vertrouwen hebben gehad uit de vorige wedstrijd, met name de eerste helft. Dus we wilden die lijn heel graag doortrekken. En ik denk dat we wel qua energie en een bepaald gedeelte in de eerste helft ook zo begonnen. Voor mijn gevoel was het wachten op het doelpunt van ons, maar hij viel aan de andere kant. Ja, en dan merk je dat was best wel een tikje. En toen ging de tegenstander wat makkelijker voetballen. Wij werden nog slordiger, onrustig. Ja, en dan wordt het knokken. En dan ben ik blij dat we nog voor rust de 1-1 maken. Ik heb ook in de rust aangegeven, voor mij was er maar 1 persoon die zijn niveau haalde. Dat was Mika Pinto. Dus ik had best wel wat meer kunnen wisselen. Ik heb het bij 1 gelaten. Maar wel met de intentie om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Hè. Met Omega weet je dat je energie krijgt. Maar ook een klein gedeelte, het begin van de tweede helft, leek het de goede kant op te gaan. Maar gaandeweg, dan merk je, ja, door het knokken, een aantal spelers die nog niet zo ver zijn, dan verlies je wat kracht. De linies vallen wat verder uit elkaar. En met een beetje geluk hadden zij dat beter uit kunnen spelen. Van hun kant geluk dan. En wij hebben denk ik het geluk dat zij dat niet optimaal hebben gedaan. Dus ja, een positief gevoel hou ik over aan toch dat deze ploeg wel weer knokt. Vervelend voor ons is dat wij gewoon absoluut het niveau niet hebben kunnen halen wat we voor ogen hadden. En dan zie je dus dat uiteindelijk Matthijs Brandenhorst eigenlijk ongedoucht de kleedkamer ingaat, uit kan komen. Want hij heeft niet zoveel te doen gehad, de keeper. Nee, klopt. Ik denk dat we wel een aantal momenten hebben gehad dat we wel degelijk hadden uit kunnen spelen. Ik denk die bal van Emma, als hij bij de eerste paal speelt, dat we hem binnentikken. Er zijn een aantal schoten geweest. Ook een aantal op de lat, volgens mij. Eentje op de lat. Dus nogmaals, we hebben het geprobeerd, maar het was vandaag gewoon, lukte het gewoon niet. Maar nogmaals, ik moet ze wel een compliment maken voor dan in ieder geval dat we knokken voor dat ene punt. Is dan zo'n doelpunt van Okita dat kantelpunt? Dat dan die goede energie dan eventjes weghaalt? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat we nu nog niet zo ver zijn om, hoewel de tweede helft bij Utrecht herstelden we ook, maar dat leverde niks op. Volgens mij bij Go Ahead pakten we het ook op naar de 1-0 achterstand. Dus de ploeg is wel sterk genoeg om dat te doen. Alleen op dit moment voetballend lukt het ons niet. En daarom zeg ik ben hartstikke blij dat ze wel geknokt hebben. En meer zat er gewoon niet in. Ik had niet het gevoel dat, we hebben het geprobeerd. We konden de wedstrijd niet aan ons toetrekken. Maar ik denk ook niet dat zij echt heel veel meer recht hadden op. Dus een gelijkspel is in mijn ogen echt een terechte uitslag. Als onderdeel van een voormalig legendarisch verdedigingsduo, je haren gingen overeind denk ik bij de goal van NEC. Zo makkelijk zij in de 16e het balletje naar elkaar konden toespelen. Ja, maar we hebben duidelijke afspraken gemaakt in relatie tot Proper en Schöne. Ik vind Schöne een fantastische voetballer. Zeker als je hem de tijd ervoor geeft. En de persoon die dat verdedigen op dat moment, die liet hem gewoon lopen. En dan kan ik wel zeggen, de verdedigers zijn daar de schuldigen. Nee, je verdedigt als team en het begint zelfs voorin. Ik kan niet zeggen specifiek, het lag aan de verdedigers. Het is, wij moeten als collectief verdedigen. We moeten sowieso als collectief voetballen. Want wat ik al zei, ik ben blij met Mo Osman erbij. Die heeft iets speciaals. Schöne heeft dat bij NEC. We zijn Haroui en Laros kwijt die iets speciaals hadden de wedstrijd kunnen openbreken. Ja, wij zullen echt elke wedstrijd moeten knokken. En vandaag is dit het. En de vorige hebben we ook voetballend genoten. Is dit zo'n wedstrijd die je met een bredere selectie, een sterkere bank, wel naar je toe had kunnen trekken? Ja, we hebben ook daarvoor gewisseld. Want in de rust doen we niet voor niets Emma erin brengen. Maar misschien is dit het op dit moment. Maar ik heb wel het gevoel dat we steeds fitter, steeds sterker worden. En dat zal ook wel moeten, want we krijgen nog een aantal aardige wedstrijden. Maar ik kan me voorstellen dat het frustreert dat je vorig jaar ruimer in je wisselmogelijkheden zat. Ja, dat klopt wel. Maar dan nog, we moeten het met deze mannen doen. En het is hier en daar een kwestie nog van wennen. Als je kijkt naar Jannis, die moet nog wennen aan een aantal dingen. Je moet wisselen omdat Sven en Vito, die hebben heel veel energie geleverd. En vorig jaar was dat onze kracht, hè, dat er niet echt heel veel veranderde. Nou, en dit jaar moeten we daarmee aan de slag. Maar ook daarin, de jongens willen heel graag. En dat is wel alvast de eerste stap. Je haalt Sven Meijnans naar de kans. Kan je dat verklaren? Want dat was er eentje die nog wel misschien kon verrassen. Ja, maar kijk, Sven Meijnans, Mo Osman, dat zijn de mensen die wel kunnen voetballen. Maar ik moet ook heel zuinig op ze zijn. En
En als je heel eerlijk moet zijn, er staat gewoon niet meer in dan een punt. En dan ga je mensen brengen die wel de energie hebben, de kracht hebben. Of het nou Laurent is, of het, trouwens Dirk had een gele kaart. Laurent, Janis. Dus ja, op een gegeven moment dan moet je dan maar tevreden zijn met een punt. Hoe vervelend het ook is. Met 5 uit 5 verhoogt dat de druk om in Zwolle te winnen? Wij moeten elke wedstrijd voor een resultaat gaan. En ploegen als Zwolle, NEC, je ziet dat we niet zomaar van elkaar gaan winnen. Er is niks veranderd, eerlijk gezegd, aan het plan. Daar is niet zo gek veel aan veranderd. Dit is de realiteit. Dit is Sparta. En vorig jaar hebben we iets unieks gedaan. En dit jaar proberen we zo dicht mogelijk daar weer bij te komen. Maar we zijn heel realistisch. Als het mee zit, worden we inderdaad 8. Als het tegen zit, hoop ik dat we niet verder zakken dan de 14e. En door dat unieke van vorig jaar, word je dit jaar anders bestreden? Nee, dat gevoel heb ik niet. Het is weer een heel nieuw seizoen. En het ligt veel meer aan ons. Ik moet heel zorgvuldig kijken wat de beste wapens zijn van ons nu. En ja, nogmaals, ik denk dat het nu pas wat rustiger aan het worden is. Ik heb de man ook gezegd, jongens, vervelend, zat niet meer in. Maar woensdag moeten we er weer staan. Zo simpel is het. Tot slot, zit er nog een werkloze voetballer thuis die op het punt staat te tekenen bij Sparta? Nee, ik heb hem niet zo 1, 2, 3 in beeld. Maar ja, je weet nooit. Ik denk, je moet altijd daarop blijven loeren.